Goedemorgen, lieve vrienden. Dit is de 8e dag van maart en we gaan weer verder met ons Bijbelteksten memorisatieboek. Het zal u helpen en inspireren om ook de dag door te komen, want in het woord is leven en het woord zal u kracht geven. En als u dit boek nog niet zou hebben, schaf het zo spoedig mogelijk aan, want het hele jaar door gaan we verder met dit boek, met de tekst van de dag. Het zal u helpen en inspireren en God zegen u. Johannes hoofdstuk 1, vers 4 en 5. In het woord was leven, en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen. Het woord is de bron van het leven. Hij schenkt niet alleen leven, maar hij is ook dagelijks het leven. Als u put uit het woord van God, als u het woord van God tot u neemt, dan zult u dagelijks een stroom van leven in uw binnenste ervaren. Het is niet zomaar wat losse kreten, de Bijbel. Het is een boek vol instructies, vol van leven. Het opent de bronnen des heils. En het leven is in het woord van God. Dat is het licht ook voor uw leven. Voor de duisternis die tot de mensen komt, is er licht. Want licht en duisternis zal niets gemeen hebben. Het licht zal de duisternis overwinnen. Want de Bijbel zegt, die duisternis kan het licht niet grijpen. Staat er heel duidelijk. De duisternis heeft er niets, heeft geen macht in zich om het licht te doven. De mens die kiest voor het licht, zal leven in het licht. Zal leven met de waarheid. Zal leven met het leven. Iedere dag weer opnieuw zal dat zo zijn. Het is een onuitputtelijke bron van het leven. Het is een onuitputtelijke bron van wijsheid en van licht en van leven en van kracht en van genade. De Bijbel zegt dat de bronnen des heils zullen allen in u geopend worden. De Bijbel zegt ook nadrukkelijk, als we drinken en nemen van dat water uit die bron, zal het een onuitputtelijke bron zijn die in u is. En u zult nimmer meer dorsten. U mag er dagelijks van genieten. Ik nodig u uit, als u dit nog niet gedaan hebt, om dat vandaag voor het eerst dan te gaan doen. Om uw hart te openen. En zeg maar heel eenvoudig, Heer Jezus, ik heb het leven van u nodig. Ik heb licht nodig. Ik heb vrede nodig. Ik open mijn hart, kom in mijn leven. Dat is het begin. Dat is stap 1. En dan doet God een menigte van stappen. Hij plaatst de bron in uw hart. En u gaat leven. U gaat echt leven. U gaat van het leven genieten. De duisternis wijkt. En de zon der gerechtigheid komt op. En er zal genezing onder zijn vleugelen zijn. Er zal een heerlijk leven u te deel zijn geworden. God zegen u. Ik zie u weer morgen.